Ja, het is een beetje raar vanmorgen met dat er in één keer zoveel mensen staan. Maar ja, jullie zijn dus de uitverkorenen die hier aanwezig mogen zijn. Dankzij het feit dat jullie op tijd waren en dus kennelijk heel graag hier aanwezig willen zijn. En mijn complimenten ervoor dat jullie je goed oriënteren voordat je start. En ja, ik wou de Rabobank en de Kamer van Koophandel bedanken dat ik hier mag staan. Maar ze zijn volgens mij geen van allen aanwezig, dus dat schiet ook niet echt op. En ik zal mezelf eerst even voorstellen, want ik ben niet in dienst van de Kamer van Koophandel of wat dan ook. Ik heb zelf ook een bedrijf en mijn naam is Corien Plezier. En ik heb jarenlang gewerkt in de marketingcommunicatie en voor Toyota, voor Lexus gewerkt. En ik ben in 2011, nadat ik eigenlijk wel gewoon klaar was met het maken van autoreclame, ben ik daar weggegaan en ben ik gaan nadenken wat ik verder nog met mijn leven wilde. En wat ik de mensen nog te brengen had. En dat is Stippels & Co. geworden. En dat is mijn bedrijf waarin ik bedrijven adviseer over de uitstraling van hun bedrijf. En hoe doe ik dat? Dat doe ik door advies te geven en te sparren met ondernemers. Dus door middel van een visie, missie, sessie, mensen hun strategie op orde te laten krijgen. Door een frisse blik te leveren op hun organisatie. Van buiten naar binnen te kijken. Dat is voor heel veel bedrijven lastig. De meeste kijken van binnen naar buiten. En dan bied ik verbeterhulp aan. En verder heb ik ook nog een missie. Ik wil zoveel mogelijk mensen overtuigen van het feit dat het tegenwoordig heel belangrijk is als je uitstraling van je bedrijf klopt. En daarom ben ik spreker. Heb ik me voorgenomen om starters op weg te helpen. Heb ik ook een cursus ontwikkeld voor ondernemers die ze bij mij kunnen volgen. En omdat er ook veel mensen zijn die moeite hebben met plannen en met sociale media, ben ik daar ook nog mee bezig. Dat is een beetje wat ik doe. En we gaan gewoon beginnen. Want wat gaan we doen vandaag? We gaan kijken over een bedrijf starten. Hoe ga ik dat allemaal plannen? En daarom zitten jullie hier ook allemaal. En ik wil jullie meenemen langs een aantal dingen. Wat heb je nodig om te starten? Waar hou je rekening mee? En hoe kan je dat het beste plannen? Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk weten wie er in de zaal zit. En dat is dan niet zozeer wie jullie allemaal zijn, want dat zou veel te lang duren. Maar ik ben bijvoorbeeld benieuwd naar welke mensen zich oriënteren vandaag. Kunnen jullie misschien even handen opsteken? Nog niet begonnen zijn met oriënteren. Oh, dat zijn er dus vrij veel. Mensen die wel een plan al hebben, vrij uitgewerkt, maar nog niet echt gestart zijn. Oké, zijn er ook. Zijn er ook mensen die echt al gestart zijn? Ja, ook eentje. En mensen die al 2 of 3 jaar bezig zijn, hebben we die ook in de zaal? Ook. Oké, helemaal goed. Dan weet ik een beetje waar ik me op moet richten, want dat maakt het verhaal toch anders. Nou, allereerst, en dat heeft ook te maken wat ik mijn klanten vertel. Als je gaat starten, is het slim om na te denken over je strategie. Dus wat is je doel? Dus je kunt nu wel denken van ik moet in eerste instantie maar eens zien te beginnen. Maar kijk ook lange termijn. Denk na over waar je over 5 of 10 jaar wil staan. Wat is je doel? Wat wil je uitstralen? En dat is belangrijk. Als je dat weet, waar je heen wil, kan je ook zorgen dat alles wat je als bedrijf doet in je eigen presentatie, dat klopt met dat doel. Je kunt beter wat langer eraan werken om uiteindelijk dat doel te bereiken, dan dat je op 6 verschillende dingen bezig bent en uiteindelijk het geen hout snijdt en geen eenheid heeft. Overigens, wat ik nog belangrijk is om even te vertellen, het wordt opgenomen vandaag, deze sessie. Dus vanaf maandag is het terug te kijken op internet. En ook vanaf maandag, volgens mij, is de PowerPoint daar te vinden. Dus je hoeft niet keihard mee te schrijven. Mag wel natuurlijk, maar slides overschrijven is niet nodig. Waar begin je mee? Dus de meeste van jullie zijn zich nog aan het oriënteren. Dus je gaat op een gegeven moment nadenken over wat voor bedrijfsnaam wil ik nou? Wil ik eventueel een logo? Dat is soms handig om een connectie te leggen. Hè? Mensen houden heel erg van beelden. Op het moment dat je dat gaat doen, dan kun je dat zelf ontwikkelen. Je kan het ook later doen. Maar mijn advies is, kies ook bijvoorbeeld voor een vast lettertype wat je gebruikt. Gebruik dat dan ook overal. Dat zorgt voor 1 herkenbaarheid. Als je kijkt naar mijn logo, ik heb gewoon mijn lettertype is Verdana en dat wordt overal gebruikt. Dat wordt op mijn website gebruikt, staat op mijn briefpapier, ik gebruik dat in mijn mails, komt overal terug.
Ook als het gaat om het ontwerp van je logo of het neerzetten van je bedrijfsnaam. Zorg voor een net professionele manier van neerzetten. Ga niet lopen knippen en plakken. En op het moment dat je niet helemaal het idee hebt dat dat goed uitkomt, ga dan naar iemand toe die het voor je kan ontwerpen, die daar een professioneel ontwerp neerzet. Dat is meteen, zet je je bedrijf daarmee goed neer, beter dan dat je zelf gaat lopen knippen en plakken. Omdat het ochtend is, jullie hier ook al even zitten, had ik zoiets van, kom op, we gaan meteen in de stijgers. Wat ik van jullie wil weten, ook om jullie er lekker bij te betrekken, is bij de start van mijn bedrijf, is of was mijn domeinnaam ook mijn bedrijfsnaam? En weten jullie allemaal wat een domeinnaam is? Oké, heel goed. En wat ik wil weten, of je gaat staan of dat je hand omhoog, maakt me eerlijk gezegd niet zo heel erg veel uit. Want zo groot is de zaal nou ook weer niet. Het zou misschien wel weer heel erg veel reuring geven. Maar steek je hand even op als je zegt van, ik ben het hiermee eens. Dus bij de start van mijn bedrijf moet mijn domeinnaam ook mijn bedrijfsnaam zijn. Oké, deels ermee eens, deels niet. Heel goed. Het is ook niet echt zo dat dat per se moet. Maar wat wel is, is dat je moet opletten dat je bedrijfsnaam en je domeinnaam zorgen voor je vindbaarheid. Dus op het moment dat je domeinnaam hetzelfde is als je bedrijfsnaam, dan ben je makkelijker vindbaar op het internet. En dat is tegenwoordig gewoon heel belangrijk. Dus als het nog kan en je kunt je bedrijfsnaam nog veranderen als de domeinnaam niet vrij is, doe dat dan. Ik bedoel, er zijn bedrijven die bestaan al jaren, die moeten allerlei trucken uithalen om op het internet toch nog gevonden te worden. Hè, stel je hebt een bedrijf dat heet Jansen. Ja, dat is best lastig, want www.jansen.nl zal er echt al wel uit zijn. Maar bijvoorbeeld als je schildersbenodigdheden Jansen hebt, daar zullen er vast ook wel veel van zijn. Dan zou je ook kunnen denken aan bijvoorbeeld potjeverf.nl. Of er is ook een bedrijf dat ik ken, dat heet flesjewijn.nl. Of dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld bol.com, die hebben een bedrijfsnaam naar hun domeinnaam. Die hebben niet dat het bedrijf Bol heet. Nee, het bedrijf heet gewoon bol.com. Nou, dat soort dingen kan je ook doen. Maar die koppeling van je bedrijfsnaam met het internet, dat is gewoon belangrijk. Want je moet goed gevonden worden. Overal waar je komt, mensen ontmoeten je. Ze gaan toch even googlen om te kijken of ze je kunnen vinden. Ben je er niet? Ja, dan besta je feitelijk niet. Het is heel raar, maar zo werkt het wel. De volgende. Ik hoor graag jullie mening. Bij de start moet ik gedrukt briefpapier, enveloppen en visitekaartjes hebben. Wat vinden jullie daarvan? Ook weer deels, deels. Oké. Heel goed. Nou, ook hier is het antwoord niet heel, het is een beetje grijs gebied. Het is maar wat je gaat doen. Op het moment dat je een winkel hebt waarbij je of een bedrijf hebt waarbij je constant allerlei papieren moet overhandigen, waar je papieren facturen moet afleveren, natuurlijk moet je dan gedrukte facturen hebben. Maar ik ga er aan de andere kant voor. Op het moment dat je in je eentje werkt, je bent een ZZP'er, zijn er veel van tegenwoordig, dan denk ik, digitaal briefpapier, prima. Hooguit een logo papier laten drukken, zodat je ook netjes kan presenteren. Maar digitaal briefpapier vind ik echt voldoende. Dat kun je gebruiken als brief, je kunt het gebruiken als factuurpapier. Digitale facturen komt tegenwoordig ook steeds meer voor. Maar wat je echt moet hebben als je start, is visitekaartjes. Zonder visitekaartjes, geen bedrijf. Zo simpel is het. Overal waar je komt, moet je ze uitdelen, zoveel mogelijk. Zorg maar dat je zichtbaar bent. Ik vind ook bijvoorbeeld enveloppen hoeven helemaal niet per se gedrukt te zijn. Kun je ook een sticker op of een stempel of wat dan ook. Blanco enveloppen met een net het adres erop van degene die je iets stuurt. Van mij mag het. Drukkers zullen er niet blij mee zijn, maar ik heb zoiets van dat is niet het eerste wat je nodig hebt. Die investering in al dat briefpapier en dergelijke hoeft helemaal niet per se. Let wel op het moment dat je dingen gaat drukken, dat je je huisstijl weer overal toepast op dezelfde manier. Dus dat overal je logo en dergelijke, je bedrijfsnaam, schrijfwijze op dezelfde manier is. En op het moment dat je iemand iets hebt laten ontwerpen, stel dat dat gebeurt, moet je ook even zorgen dat je afstemming vindt over het intellectuele eigendom. Het is vaak zo dat ontwerpers zeggen, ik heb het bedacht, dus het is mijn eigendom. Maar het is wel jouw bedrijf.
Dus probeer dat dan meteen mee uit te onderhandelen. Dat je dat afkoopt op het moment dat je bij iemand een logo laat ontwerpen. Want dan is het van jou en dan kan jij er voortaan mee doen wat je wilt. Wat ik heb gedaan, ik heb zelfs nog mijn merk, mijn bedrijfsnaam laten registreren als merk. Zodat, stel er zou iemand ook in bedrijfsuitstraling beginnen en die noemt zichzelf Stippel & Co. Dat die een slechte start heeft, want daar ga ik dan meteen op in. Maar dat is ook een beetje hobbyisme van mij, omdat ik nou eenmaal brandmanagement heb gestudeerd. Dus als je van dat merkenmanagement, ik vond het ook gewoon kicken om een R'tje bij mijn bedrijfsnaam te hebben, want het staat gewoon heel mooi. Huisstijl is dus belangrijk, wat ik net al zei. Past die gewoon overal toe? Op het moment dat je dus briefpapier, visitekaartjes, et cetera gaat drukken, eventueel adresetiketten of dat soort zaken, zorg dat het overal hetzelfde is. Ook een e-mailafzender kun je laten maken, zodat onderaan in je mail altijd netjes staat wat voor bedrijf jij bent. En ja, dat komt gewoon hartstikke goed en professioneel over. Dat zijn eigenlijk vrij simpele dingen. Ook als je met sociale media gaat werken, zoals Facebook, Twitter of op LinkedIn. Daar kun je ook, zeker op Facebook en Twitter, kan je ook een eigen uitstraling geven aan je Facebookpagina of aan je Twitterpagina. En ja, stel je hebt een bedrijfsruimte of je krijgt ook nog bedrijfsauto's of wat voor dingen dan ook. Zorg dat daar ook in je huisstijl vlaggen, lichtreclame, et cetera aanwezig is. Dit is mijn Twitterpagina en die heb ik dus ook vorm laten geven met mijn eigen logo erop. En zelfs nog een stukje van het logo erachter. De kleurgebruik is hetzelfde. Nou, dat zijn allemaal dingen die je gewoon kan doen. Kan ook bij Facebook kun je bovenaan een omslagfoto neerzetten waar je ook je logo in kan hebben. Oh. Deze. Bij de start moet ik een volledig werkende website hebben. Ja? Nou, ook hier zit weer een adder onder het gras. Volledig werkend. Dat is het niet helemaal. Ja en nee. Maar ik vind wel dat je minimaal 1 of 2 pagina's online moet hebben staan. Zorg dat je vindbaar bent. Dus zet daar minimaal op wie je bent, hoe men je kan bereiken via mail of via een telefoonnummer. Het liefst ook een logo als je dat hebt. Doe nog een extra pagina erbij waar je kort even omschrijft wie je bent, wat je ervaring is, waarom mensen bij jou moeten zijn, wat je dienstverlening of je product is. Kijk, en heb je een webwinkel? Logisch dat je moet zorgen dat die online is, want anders kan je niet werken. Maar als je gewoon een net start, hoef je van mij echt niet 6, 7 pagina's, allerlei deep links van alles erachter. Het kost ontzettend veel tijd. En de kans, en dat is echt mijn ervaring, dat je na een jaar zegt van ja, ik heb die website wel laten maken, want dat gebeurt ook nog veel, hoop geld in geïnvesteerd. En na een jaar dekt het de lading totaal niet meer, want ik ben een hele andere kant op gegaan. Die kans is dus groot. Dus hou het rustig. Ga eerst maar zorgen voor het werven van klanten. En op het moment dat je bezig bent, dan is het goed genoeg om daar nog pagina's aan toe te voegen. Want je hebt de neiging om heel veel tijd te steken in zo'n website, te zorgen dat die helemaal top is, en dan pas naar buiten te gaan om klanten te werven. Je hebt een vraag? Op het moment dat jij een hele pagina klaar hebt en je doet er voor best niks mee, wordt het minder vindbaar. Blijft de content sleutelen? Ook dat. Google vindt het enorm leuk als er regelmatig dingen veranderen op je website. Dus bouw het gewoon rustig uit. Prima. Maar begin gewoon met 1 of 2 pagina's en zorg dat je domeinnaam in de lucht is. Dat mensen als je na een avondje netwerken jou willen opzoeken, je gewoon kunnen vinden. Even kijken of ik nog iets vergeten ben te vertellen. Nou, volgens mij was dat het wel. Want waar communiceer je mee? Je communiceert tegenwoordig natuurlijk met meer dingen dan vroeger. Je had vroeger eigenlijk alleen maar advertenties. Persberichten kon je sturen, waardoor je aandacht in kranten kreeg, dat soort zaken. Eventueel een pand of je kon op beurzen gaan staan en daar kon je over je bedrijf vertellen dat je bestond. Maar tegenwoordig is het natuurlijk qua eigen media een heel stuk bijgekomen. Dus je moet als je start met LinkedIn beginnen, zorgen dat je daar een profiel aan maakt, dat je daar op zichtbaar bent. Ga lekker connecties aan met allemaal mensen die je in de loop van je leven tegen bent gekomen. Want hoe meer mensen weten dat jij bestaat en wat jij nu aan het doen bent, hoe beter het is.
En ja, Twitter of Facebook, ik gebruik het allemaal, maar kies uit waar je je lekker bij voelt en ga daar dan ook voor. Dus je hoeft niet per se alle sociale media met YouTube en weet ik veel te gebruiken. Maar pik er gewoon een paar uit waar je je lekker bij voelt en waarvan je denkt van nou, daar kan ik wat mee. Maar daar kan je dus wel je eigen mening op kwijt, je kan je kennis erop kwijt, je kan er leuke dingen op delen met de mensen die je volgen. Aangeven waarom mensen nou met jou moeten gaan werken of bij jouw bedrijf klant moeten gaan worden. Wat wel is bij een website, hou het kort, gemiddelde bezoektijd is 1,5 minuut. Dus websites met hele puiste tekst. Ja, je kunt die hele ziel en zaligheid inleggen, maar ga ervan uit dat niemand het leest. Dat is heel vervelend, maar het gaat heel snel. Er zijn natuurlijk zoveel media, er is zoveel reclame tegenwoordig, er is zoveel te doen voor mensen om te absorberen. Dat beeld is heel belangrijk geworden. Een kort, bondig, helder verhaal. Niet te veel tekst. Wat ik net al zei, vertel ook waarom mensen bij jou moeten zijn, waar jouw ervaring en jouw kennis ligt. En dat zet je op je website. En wat heel belangrijk is, je ziet tegenwoordig een verschuiving ontstaan. Als je kijkt naar websites, daar staat vaak een contactpagina. Dan moet je klikken en nog een keer klikken. En dan heb je de gegevens van de persoon of het bedrijf waar je moet zijn. Ik ben er voorstander van om telefoongegevens, et cetera, naar voren te halen. Zet het op de homepage. Internet wordt tegenwoordig ook gewoon gebruikt als telefoonboek. Dus als mensen echt moeten gaan zoeken en ze moeten jouw hele site eerst doorgronden om te achterhalen hoe ze jou kunnen bereiken of bij jouw bedrijf kunnen komen. Niet handig. Dus haal dat naar voren. Volgende vraag. Sociale media, Facebook, Twitter en LinkedIn heb ik niet nodig. Nou, ik heb het zelf al een beetje het antwoord gegeven, maar het antwoord is dus ja, je hebt het wel nodig, maar gebruik het zorgvuldig. Kijk waar jij goed in bent. Kan je bijvoorbeeld goed schrijven? Ga dan een blog starten. Je mag niet veel tekst kwijt op een website, maar als jij lekker een blog wil schrijven waar een goed verhaal in zit, ga dat doen. Ook op het moment dat je video's op kan nemen, die kun je weer op YouTube zetten, kan je weer linken naar je site. Dat is allemaal goed voor je vindbaarheid van je pagina. Dus ga dat gewoon doen. En een tip, Hootsuite. Ik weet niet of jullie dat kennen. Je hebt meerdere systemen waarmee je makkelijk je sociale media kan vullen. Hootsuite is echt een tip. Ik werk er nu 1,5 jaar mee. En je kunt met Hootsuite kan je Facebook, Twitter, LinkedIn, kan je allemaal op 1 pagina beheren. En je kunt daar ook per week bijvoorbeeld je berichten inplannen. Dus je bent daar 1/2 uurtje per week mee bezig. En dan worden de hele week berichtjes namens jou uitgestuurd. Heel handig. Ga er maar eens naar kijken. Want heel veel mensen zeggen, ja, sociale media, ik doe het niet. Want het kost zo ontzettend veel tijd. Maar dit kost dus eigenlijk geen tijd. Je moet alleen even nadenken over hoe je op welk medium jezelf wilt profileren. Je kan dus het ene gebruiken om kennis te delen. Het andere gebruiken om leuke weetjes of dingen die je tegenkomt in de markt aan je volgers te delen. En LinkedIn om af en toe eens een berichtje, mijn website staat live of dat soort dingen. Je moet LinkedIn meer zien als dat je gaat netwerken, dat je daar mensen tegenkomt die je al kent. Dan ga je ook niet keihard lopen roepen van nu voor, bij mij voordeel dit voor dat. Dat doe je niet, maar dan zeg je wel van ja leuk, mijn website is net live. Nou, dat soort dingen gebruik je op LinkedIn. Goed, de volgende vraag. Bescheidenheid siert de mens. Mijn foto hoeft niet online. Wat vinden jullie daarvan? Nee. Hier kan ik heel stellig in zijn. Zorg dat je een goede foto laat maken. Als je gaat starten met een bedrijf, je bent het bedrijf. Je moet jezelf profileren en je moet gewoon zorgen dat je overal opkomt. En ga naar een goede fotograaf. Fotografen maken altijd mooiere foto's van je dan je zelf kan. Wat zeg je? Daarom. Dus gewoon doen. Ik vind dus, je ziet het heel veel. Hè. Ga maar eens kijken op LinkedIn. Mensen die daar een slechte, naar voren gehaalde vakantiefoto waar nog half een kind op een schouder zit of weet ik veel op LinkedIn hebben staan. Sorry,
ik ben niet zo gauw. Meestal beweeg ik met allerlei mensen mee en zeg, nou ja, als jij dat wil, moet je dat doen. Maar hier kan ik heel stellig over zijn. Zorg gewoon voor een goede foto. Is professioneel. Wissel hem één keer in de twee jaar of één keer per jaar. Hangt een beetje vanaf wat je met je haar doet. Maar ik zou zeggen, dit moet echt. Er moet niet veel, maar dit moet echt. De volgende. Ja, niet iedereen gaat misschien met een bedrijfspand starten, maar toch leuk om even van jullie te weten. Als ik met een bedrijfspand start, moet het helemaal ingericht zijn met de nieuwste spullen. Wat vinden jullie daarvan? Nee, hoor ik overal. Oké. Nou, de nieuwste spullen hoeft zeker niet. Maar als je met een bedrijfspand start, vind ik wel, als je starter bent, dat het fris, geverfd, schoon en nieuw qua uitstraling moet zijn. Het hoeft van mij niet allemaal de nieuwste high-tech spullen. Je kunt er tweedehands spullen in zetten die er toch schoon uitzien. Je mag naar IKEA gaan, maakt me allemaal niet uit. Maar het moet wel fris zijn, want ik vind een frisse nieuwe uitstraling hoort bij een starter. Je kan niet met een rommeltje beginnen. Zo werkt het niet. Want als je start, dan heb je nog geen rommel als het goed is. Dus dat moet er wel een beetje goed uitzien. Denk er wel over na op het moment dat je bij een bedrijf met een pand start, dat je goed vindbaar bent weer. Net zo goed op internet, geldt dat ook in de straat. Dat er een huisnummer is, dat er vlaggen hangen eventueel, of dat er een bord voor de deur staat. Ja, ben je toe aan lichtreclame, hang het op zou ik zeggen. Maar ik bedoel, het moet wel als zodanig herkenbaar zijn dat jij daar zit. En er zijn heel veel mensen die starten en die zeggen, ja, oh ja, dat bordje, ja, dat moet ik nog doen. Maar dan ben je eenmaal begonnen en dan ben je op een gegeven moment een half jaar verder. Dan hangt het bordje er nog niet, is het huisnummer er nog niet, ben je nog steeds niet zichtbaar. En je moet ook denken aan de passanten, mensen die langs het pand komen, die op een gegeven moment denken van, hey, wat zit daar? Mensen zijn nieuwsgierig, ga toch even kijken. Ga je vervolgens opzoeken op het internet, kijken van, hey, wat is dat voor bedrijf? En daarmee word je ook in het straatbeeld zichtbaar. Nou, nog even over het pand. Op het moment dat je een pand hebt, denk aan een ontvangstruimte, aan eventueel wachtruimte voor mensen waar voldoende te lezen is. Is er parkeerplaats? Hoe zit het met de tuin? Is het een rommeltje of is het allemaal netjes? Dat soort zaken. Heb je te maken met openingstijden? Zijn die goed zichtbaar op de deur? Dat soort zaken. Eventueel lichtreclame of een zuil met bedrijfsnaam. Dat is misschien voor jullie allemaal niet zo aan de orde, maar dat zijn wel dingen waar je over na moet denken. En zeker ook als je het over personeel hebt. Vertel je personeel wat je doel is, wat je wil bereiken. Denk na, dat geldt ook voor trouwens als je geen personeel hebt, als je gewoon gaat starten. Denk ook na over hoe je wil communiceren, hoe je schriftelijk wil communiceren, hoe je persoonlijk wil communiceren. Bedenk op een gegeven moment gewoon van, ik wil altijd vrolijk aan de telefoon zijn of wat dan ook. Dan moet je dus ook iets bedenken hoe je dat doet. Dus dat je op het moment dat je je telefoon opneemt, eerst even denkt, oké, ik was met iets anders bezig. Zucht, ik denk even aan mijn kinderen of aan iets gezelligs en ik neem de telefoon op en ik ben blij. Als je dat je voorneemt, dan kan je dat ook. Dat zijn dingen waar je dus over na moet denken. Heeft allemaal met je uitstraling te maken. En geldt ook voor schriftelijk. Ik onderteken mijn mails altijd met stralende groeten. Het aantal mensen wat dat waanzinnig leuk vindt, krijg ik echt terug. Daar kan je dus over nadenken, over hoe je communiceert. En persoonlijk uiteraard natuurlijk ook. Ja, als je vriendelijk bent, overal waar je bent, denk er ook over na dat je dus overal, als je een bedrijf hebt waar je bent, eigenlijk aan het werk bent. Ook al ben je vrij. Het is heel vervelend, maar zo werkt het wel. Dus je wordt een soort van, ja, bekend persoon. Dus je moet gewoon altijd zorgen dat je daarover nadenkt. Nou ja, als je personeel hebt, denk ook goed na over je visie. Vertel hen dat ook. En zeker als je mensen ontvangt, vind ik ook een heel belangrijk puntje. Schenk goede koffie en thee. Dat is ook zoiets. Hoe vaak krijg je niet een slap bakkie? Of thee is alleen maar één zakje Pickwick of wat dan ook. Ja, maak het net iets lekkerder. Maak het net iets leuker. Doe wat aan smaakjes thee. Zorg voor een goede bak koffie die ook te drinken is. Dat zijn allemaal dingen die bepalend zijn voor de uitstraling van je bedrijf. Nou, al die dingen samen, die bepalen dus de gunfactor of mensen met jouw zaken willen gaan doen. Mensen kunnen heel makkelijk op het internet zien wat voor bedrijven er allemaal zijn. Het is allemaal zo transparant geworden dat je de manier waarop jij je presenteert steeds belangrijker is. En dan gaat het om van, nou, die hebben het leuk voor elkaar, zien er goed uit. Die gun ik echt als starter, gun ik hen die eerste opdracht. En dat is leuk.
He, ze vragen zich af waarom zou ik mijn geld uitgeven bij dit bedrijf. Ik heb het zelf een tijdje geleden meegemaakt. We gingen in een ander huis en we hadden geld geleend om een keuken aan te schaffen. En ik herinner me dat ik toen we bij een keukenboer kwamen, dat ik alleen maar bezig was. Want ik had al uitgezocht via internet wat ik precies wilde gaan kopen. En ik kwam daar in die zaak en ik was alleen maar bezig met, krijg ik een beetje fatsoenlijke bak koffie? Is deze persoon ter zake kundig? Weet hij waar hij het over heeft? Word ik gezien? Dat soort zaken. Op het moment dat ik daar binnen was gekomen, ze hadden ons niet gezien. En we hadden echt een rotbehandeling gehad, waar we weggegaan. Terwijl we het geld, bij wijze van spreken, hè, virtueel dan, in ons zak hadden zitten. Zo werkt het. En zo gaat dat dus met iedereen. Nou, dit is ook weer zoiets. Ik bedoel, deze foto, dit is een Dove-campagne. Deze dame is iets gemanipuleerd, maar je ziet wel, als je er goed uitziet, dan bereik je meer. Het is dezelfde persoon. Nou, en hoe ga je nu starten? Want dat is natuurlijk ook wel even belangrijk. Even letten op de tijd. Oh, we zitten nog helemaal goed. En dat willen jullie graag weten. Dus wat ik zou doen, is maak eerst een plan. En neem voldoende tijd om alles uit te zoeken. Het feit dat jullie hier zijn, hè, dat je je aan het oriënteren bent, dat geeft al aan dat je dat wil. Kijk ook naar websites van concurrenten. Wat doe jij anders dan zij? Denk na over wat jouw onderscheidende voordeel is. Waarom mensen nou bij jou moeten zijn. Of je dat eventueel goed onder woorden kan brengen. En wees helder en transparant in je communicatie. En wat ook belangrijk is, is dat je niet alleen in het begin, maar gewoon tijd blijft maken voor je eigen marketing. Dus voor ook dingen die je op sociale media doet, Facebook, Twitter, dat soort zaken. Of op LinkedIn af en toe een boodschap plaatsen. Maar ook ga eens netwerken, ga eens ergens heen, plaats een advertentie. Denk daar goed over na, want dat is nou niet meer het allerslimste over het algemeen. Maar denk na over hoe je jezelf kan profileren. En hoe doe je dat dan? Nou, je gaat eerst een inventarisatie maken. Gewoon van alle dingen die je moet doen om te gaan starten. Dan ga je prioriteiten stellen en dan ga je een planning maken. Maar dat is weer de vraag, hoe doe je dat dan? Je moet van grote brokken kleine deellijstjes maken. Dat is eigenlijk de list. Mijn zoon die ging van de zomer op vakantie en ik had tegen hem gezegd van joh, jij kan niet zo goed plannen. Ga nou eens even een lijstje maken met dingen die jij mee gaat nemen. En toen kwam die, hij had het lijstje gemaakt. Hij zegt tegen mij, nou mam, ik heb het helemaal geregeld. Ik weet wat ik moet gaan doen. Ik zeg, oh, wat ga je doen dan? Ja, ik heb een rugzak nodig, dus die moet ik gaan kopen. Ik moet mijn tas inpakken en ik moet voor jou mijn kamer opruimen. Dus dat is eigenlijk mijn lijstje. Dus ik zeg, ja, hij heet Max. Ik zeg, nou Max, daar ga je dus niet mee komen. Want dat zijn veel te grote brokken. Ik moet gaan inpakken. Ja, maar wat moet je gaan inpakken? In mijn geval komt er dan ook altijd nog bij dat ik eerst moet wassen voordat ik kan inpakken. Nou, hij heeft dan gelukkig een moeder die voor hem wast. Maar je moet dus op een gegeven moment de grote brok moet je klein maken. En je moet er naar kleine stapjes, waarbij je ook de eerste stap die je moet zetten, het eerste zet. Dus op het moment dat je zegt van ja, ik moet een website hebben. Als je nog geen bedrijfsnaam hebt en geen logo, kan je lekker over een website na gaan denken, maar heeft nog geen enkele zin. Dus begin bij het begin en maak gewoon op een gegeven moment voor jezelf deellijstjes van als ik nou een website wil, wat heb ik dan allemaal nodig? En dan kom je vanzelf terug dat je ergens moet beginnen. Heb je een pand nodig? Ja, dan zal je toch eerst een pand moeten gaan zoeken voordat je het kan gaan schilderen. Nou, er zijn allemaal van die dingen. Probeer even terug te denken naar wat zijn de stappen die je nemen moet en hoe je de dingen klein kan maken. En als je de eerste stap gezet hebt, ga je pas naar de volgende. Het is heel vaak zo dat je een bepaalde stap niet zet omdat je eigenlijk niet weet hoe je moet beginnen. Maar dat komt omdat je denkt aan die grote brok van ik moet gaan inpakken. Terwijl als je het opdeelt in kleine stukjes, dan wordt het veel hanteerbaarder. En dan hoef je ook nog niet na te denken over die laatste stap. Dat is eigenlijk ook een belangrijke tip. Want soms doe je dingen niet omdat je denkt van ja, maar die laatste stap, dat weet ik eigenlijk helemaal nog niet. Maar als dat nog niet relevant is, heeft het dus ook helemaal geen zin om daarover na te denken. Ga dan gewoon eerst die eerste stap zetten die je moet doen voordat je bij het eindresultaat komt. En vertrouw erop dat tegen die tijd dat je aan het eind bent, dat je inmiddels er zoveel over weet en dat je zoveel bent, dat je daar dan ook wel een oplossing voor zal vinden.
Ik weet niet of jullie de Big Rock Theory van Stephen Covey kennen. Nou, ik heb de link erin gezet en hier was geen wifi, dus ik had zoiets van, dat moeten jullie thuis nog maar eens even gaan bekijken. Maar Stephen Covey, die heeft een filmpje opgenomen, dat kan je via deze link zien. En die laat daar iemand kleine steentjes in een glazen accubak doen. Dat zijn zeg maar alle kleine klusjes die je zeg maar op een dag moet doen. En een paar grote brokken, grote stenen, moeten daar dan ook in. En die grote dingen zijn dan marketing doen, een businessplan schrijven, dingen leren, verkopen. En uiteindelijk passen die grote brokken, die passen niet in die accubak. Want die steentjes zitten er al in en die moeten allemaal eerst, al die kleine dingetjes. Nou, wat laat hij nou zien met dat verhaal? Op een gegeven moment gooit hij die kleine steentjes eruit, gooit hij die grote stenen in die accubak, of laat die persoon dat doen. Begin nou eerst met de grote stenen. En als je dan de kleine steentjes erbij gooit, dan past het wel. En dat is dus wat jullie eigenlijk ook moeten doen. Ga nadenken over die grote brokken dingen die je moet doen. Dus bijvoorbeeld een salesplan maken, een website maken, klanten een pand inrichten of huisstijlmanagement. Deel dat wel op in kleine stappen in verband met je planning uiteraard. Maar alle andere kleine dingen die tussendoor komen, die doe je dan tussendoor. Als je met grote lijnen bezig bent, dan doe je de kleine dingetjes vanzelf. Dus dan is het sturen bijvoorbeeld, wat ik wel eens gehad heb toen ik startte, het sturen van een factuur kon ik een hele ochtend over doen, bij wijze van spreken. Nou, de eerste factuur die je maakt, oké, dat is natuurlijk allemaal even een gedoe. Maar nu is het zo, als een factuur gedaan moet worden, maar ik moet ook een training maken, dan ga ik aan die training beginnen en dan frot ik ergens tussendoor, halverwege op de dag, nog even die factuur en die is dan zo weg. Snap je? Dus dat zijn dan de kleine steentjes. Nou, ga hier maar eens naar kijken, want dit helpt echt. Om je te realiseren dat je voor de grote dingen die je wegstopt, want zo gaat het vaak. Je moet aan grote dingen beginnen, je weet eigenlijk niet hoe je moet beginnen. Dat je daar beter wel mee kan beginnen en dat je dan die kleine dingetjes tussendoor nog wel vanzelf erbij doet. Wees wel eerlijk over de beschikbare tijd die je hebt. Wil niet alles tegelijkertijd, want dat is ook iets wat bij ondernemers hoort. Ze zijn vaak creatief, ze hebben constant ideeën. Plan liever ruim met resultaat dan krap zonder resultaat. Dat is ook weer zoiets. Voorbeeld, een kennis van mij die wilde met een bedrijf starten en zij had al een vraag van iemand die wilde dat ze een offerte zou maken. En ze zegt, ja, wat moet ik nou doen? Want ik moet toch naar de Kamer van Koophandel om me in te schrijven, ik moet een website maken, ik moet een bankrekening openen, ik moet briefpapier maken. En ik moet ook nog een businessplan maken en hoe en wanneer ga ik dat nou allemaal doen? En op een gegeven moment zei ik tegen haar, ik zei, ja, maar wat wil je nou? Ik zei, want ze wist eigenlijk ook nog niet eens zeker of ze zou beginnen. Maar ze had al wel iemand die een offerte van haar wilde. Dus ik zeg op een gegeven moment tegen haar, ga nou eerst die offerte eens maken. Want dat inschrijven bij de Kamer van Koophandel en die bankrekening, nou, dat heb je echt in de middag geregeld. Dat is het probleem niet. En het is ook ontzettend leuk om te starten met een order. Hè, want je hebt dan al een klant en je kan dan al beginnen. En tuurlijk moet je wel weten wat je gaat doen. Maar ik heb ook zoiets van, denk er niet allemaal te lang over na. Ga op een gegeven moment gewoon beginnen. Want anders blijf je maar nadenken over zal ik en wil ik wel en kan ik het wel. En heb ik dit wel goed en heb ik dat wel goed. Dus ik denk dan van, als je nou die order eerst eens hebt, dan komt de rest. Dat is dan, hè, dan is een Kamer van Koophandel en een bankrekening openen. Dat is dan eigenlijk zo'n klein steentje, want dat doe je even tussendoor. Maar je bent dan al wel bezig. Wat wel belangrijk is, is dat je goed kan vertellen, dat geldt ook voor hè, dat het op je website staat, aan anderen, ook als je gaat netwerken, maar ook op je website, wat je nou precies doet. Wat je product is, wat je dienst doet, waarom mensen bij jou moeten zijn. Nou, wat leren we hiervan? Maak ruimte in je agenda. Plan. Geen paniek. Denk niet na over, ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Maar probeer gewoon dingen te structureren. Probeer orde te scheppen. Probeer rust te creëren. En begin bij het begin. En ja, één ding wat bij ondernemen hoort is echt. En dan gewoon doen. Gewoon beginnen. Niet mutsen. Doen. Want van het doen leer je heel erg veel. Je maakt ook fouten. Hoort er allemaal bij. Maar dat is niet erg. Dus je begint met je inventarisatie.
Dan stel je prioriteiten. Je bepaalt waar je tijd voor hebt en wat je het eerste doet. Doe niet alles tegelijk een beetje, maar liever één ding goed. En daarna ga je aan het volgende verder. En dan ben je dus heel gestructureerd bezig. Nou, ik heb ook nog een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen. Ik werk zelf heel graag met dit soort planningsschema's. Dat is nog uit de tijd dat ik reclamecampagnes maakte voor Toyota. Want dat was echt gigantisch wat voor planningsschema's dat waren. Hij staat dus ook in de PowerPoint. Wat heb ik gedaan? Ik heb hier weeknummers aangegeven. En dan de datum van de maandag in die week. Want dat is lekker plannen. Nou, we zitten nu hier, even terugwerkende kracht, 2 november. Hè? En stel jullie gaan nou na deze startersdag zeggen van nou, ik ga nu een bedrijfsnaam bedenken. Ik weet hem al, ik ga me toch vast inschrijven, bankrekening openen, dat mag allemaal. Je hebt ook al eventueel een pand, dus daar kan je ook al van alles doen. Daar kan je al gaan schilderen. Kan je een ontwerpbord laten maken, meubels eventueel inventariseren, tuin opfrissen, dat soort zaken. In de tussentijd, want ja, je moet natuurlijk wel vast een logo laten maken, want anders kan je ook geen bord op de deur schroeven. Ga je dat ook al mensen laten doen of zelf doen? Digitaal briefpapier in ieder geval, wat je ook als factuurpapier kan gebruiken en e-mail maken en visitekaartjes drukken, want die moest je hebben. Nou, als je personeel aan gaat nemen, ga je ze tegen die tijd dat je open gaat natuurlijk wel vertellen wat je gaat doen en waarom je het doet. En dan ga je ook alvast beginnen, en dat gebeurt ook vaak wat later, met je Facebookpagina in te richten, dat soort zaken, daar al wat dingetjes aan te doen. En je website, minimaal 2 pagina's online, een bord boven de deur van zeil in de tuin en een persbericht versturen, want dat wil ook wel eens helpen. Dat doet over het algemeen ook goed. Starters krijgen veel aandacht, dus daarmee kan je ook weer je zichtbaarheid vergroten. Nou, en op het moment dat je dan, ja, ik weet, misschien kan je die profielfoto, dacht ik later, nog beter nu vast laten maken. Want als je dit allemaal gedaan hebt, ben je misschien tegen die tijd zo moe dat je er niet meer uitziet. Maar goed, op een moment moet je een profielfoto laten maken. Ik heb nog wel een tip overigens, dat is ook weer slecht op dit moment. Is, ik laat hem bijna altijd maken in augustus, na mijn vakantie. Ziet er altijd het beste uit. En nou ja, je zorgt natuurlijk dat je LinkedIn profiel op orde is. En daarna kan je met je visitekaartje in de hand en je goede verhaal waarin je vertelt wat je doet, kan je dus netwerkbijeenkomsten gaan bezoeken en gewoon mensen gaan leren kennen. En als het gaat om netwerken, dat is ook weer zoiets. Ik weet wel dat toen ik in het begin ging netwerken, toen dacht ik van ja, ik kon daar mensen tegen die mijn klanten gaan worden. Maar ja, ben erachter gekomen dat dat dus zo niet werkt. Want je komt gewoon mensen tegen die, waar je leuk contact mee hebt, waar je dingen mee uit kan wisselen, waar je ook vragen aan kan stellen. Want er zijn mensen die zijn ook ondernemer. Dus iets waar jij mee zit, kun je dingen uitwisselen. Dat is heel leuk, dat schept ook een band. En wat is bij netwerken, is dat het bijna altijd gaat om die personen die achter die persoon zitten. Dus op het moment dat jij aan het netwerken bent en je hebt daar mensen leren kennen, en die denken van, hé, dat is een leuk iemand. En die gaat met een ontzettend leuk product beginnen. Ja, ik heb daar op dit moment geen behoefte aan. Maar nou, ik onthoud het wel, want mensen zijn helpers. Dus op het moment dat dan iemand ergens anders is en er zegt een persoon van, ik ben eigenlijk op zoek daar en daar naartoe, dan denken ze aan jou. En daar gaat het dus om. Dus hoe korter en hoe duidelijk jouw verhaal is op het moment dat je gaat netwerken, hoe goed jouw visitekaartje is, wat je natuurlijk bij je hebt en dat meteen geeft en uitwisselt. Hoe goed je vindbaarheid daarna weer is op internet, hoe goed je LinkedIn profiel is, al die dingen die hangen allemaal aan elkaar. En dat is dus slim om dat meteen van begin af aan goed voor elkaar te hebben. Nou, dan heb ik nog een laatste. De Rabobank die geeft nog iets weg. Ik heb een product dat heet de Mini Frisse Blik, dat is speciaal voor starters. En als jullie je e-mailadres achterlaten, en ik denk dat dat gewoon moet bij de Rabobank stand, die zijn hier ergens aanwezig beneden, dan kom je in een grote bak en dan gaan ze onder een aantal, zijn 3 sprekers van de Rabobank vandaag, gaan ze een prijs verloten, of 3 prijzen zijn er. En 1 daarvan is de Mini Frisse Blik. En daarmee kan je dus op het moment dat je zegt van,
ik ben straks zover dat ik een bedrijfsnaam heb, dat ik een logo heb, dat ik een website heb en dat soort dingen. Kan je dus 2 uur van mij, met mij krijgen waarbij ik ga kijken of je en een check ga doen of je vindbaar bent, of het duidelijk is wat je doet en of het allemaal zichtbaar is. En kan je even 2 uur met mij sparren. En de Rabobank biedt dat dus aan. Dus ik zou zeggen, ga straks allemaal even langs de stand en laat daar je e-mailadres achter. En dan, wie weet, zie ik jullie binnenkort. Dat is het verhaal wat ik te vertellen had. Kijk, en we hebben nog 5 minuten. Timing is alles. Helemaal goed.